Ik ben Niels Harthoorn, longkankerpatiënt in het Erasmus MC. Ik heb de diagnose longkanker met de ALK-positief mutatie gekregen toen ik 20 jaar oud was. Dus dat is nu ongeveer 2 jaar geleden. Daarvoor gebruik ik doelgerichte therapie om de kanker te remmen. Dat is voor onbepaalde tijd. En dat is best onzeker hoe lang dat gaat duren. Om meer bekendheid en bewustzijn en onderzoek te creëren voor longkanker, gaan wij op 21 mei door heel Nederland fietsen in de vorm van een wit lintje. Daarbij gaan we deze white ribbons door heel Nederland verdelen aan de ziekenhuizen die meedoen aan de route. Daarvoor gaan wij longkanker awareness creëren om het verhaal van longkanker een gezicht te geven en te vertellen dat iedereen met longen longkanker kan krijgen en dat niemand longkanker verdient. Ik ben Annemarie Dingemans, ik ben longarts en hoogleraar thoracale oncologie in het Erasmus MC in Rotterdam. Dat betekent dat mijn aandachtsgebied longkanker is en ik patiënten met longkanker behandel. Jaren waren er weinig behandelmogelijkheden voor deze patiëntengroep. Wat we nu gezien hebben, dat de afgelopen jaren er nieuwe ontwikkelingen zijn. En die nieuwe ontwikkelingen zijn er gekomen omdat we middels moleculaire diagnostiek veel beter de kanker kunnen ontrafelen. Dat betekent dat longkanker niet één ziekte is, maar een hele hoop verschillende kleine groepen kanker. Misschien wel weesziekten. Zoals bijvoorbeeld Niels vertelde, hij is heel jong, hij heeft een ALK-translocatie. Dit is een hele specifieke kanker die maar bij 4% van de patiënten voorkomt. Al met al is longkanker de meest voorkomende kanker. Maar toch horen we er heel weinig over en is er eigenlijk in de media heel weinig aandacht voor. En daarom is het zo mooi dat Niels dat initiatief heeft genomen om de White Ribbon, het symbool van longkanker, vanuit Amerika naar Nederland te halen en dat symbool te verspreiden over Nederland op 21 mei. Dat gaan we doen door met longartsen, onderzoekers en patiënten te wandelen en fietsen van ziekenhuis naar ziekenhuis in de vorm van een lint van Goes over de Afsluitdijk naar Maastricht. En als we dat volbracht hebben, dan hopen we dat u ons wilt sponsoren. Want wat wij willen met dat witte lint is niet alleen aandacht vragen voor longkanker, maar ook geld halen voor onderzoek naar gepersonaliseerde behandeling. En dat doen we door al dat geld ten goede te laten komen aan het CPCT, het Center for Personalized Cancer Treatment. Ik ben artsonderzoeker in het Erasmus MC bij de afdeling longziekte. En daar doe ik onderzoek naar longkanker. En in mijn onderzoek heb ik gezien hoe belangrijk het CPCT-project en de CPCT-database is voor patiënten met longkanker. Want daarmee kunnen we nieuwe targets en nieuwe therapieën vinden voor patiënten met longkanker. Daarom vind ik het ook zo mooi dat we eind augustus met een groep artsonderzoekers, longkankerpatiënten en longartsen de Stelvio-pas gaan beklimmen. Want daarmee halen we geld op voor het CPCT en creëren we meer awareness voor longkanker in Nederland.